Ik ben Marco Kranenburg, oprichter van de Vrijdagmiddag Couscous. En we zijn vandaag bij WT Connect in het WTC Beursgebouw Rotterdam. Vandaag gaan we leerlingen van de vakcollege De Hef op bezoek krijgen. Ze gaan hier een kledingontwerper ontmoeten en een rondleiding in het WTC gebouw krijgen. Ik was op de kick-off bijeenkomst van Link to Work in Rotterdam, waar minister Lodewijk Asscher aanwezig was. Er waren ook twee kinderen op het podium, die hadden allebei een hulpvraag. Een jongen die wilde heel graag een automonteur zien of een autobedrijf van binnenuit. Ja, dat was snel te regelen met al die ondernemers. Maar een modeontwerper, ja, die kon men niet zo makkelijk vinden. Hier bij WT Connect werkt Alexandro, hij is kledingontwerper. Dus ik stelde eigenlijk voor van, goh, zal ik daar eens een link mee leggen? En zo kwam eigenlijk het een en het ander bij elkaar. Nou, ik doe hier aan mee omdat ik het belangrijk vind om aan studenten mee te geven dat ondernemen vooral draait om motivatie en je eigen dromen achterna gaan. Tijdens de vrijdagmiddag couscous leren we jongeren in real life netwerken met echte ondernemers. Nou, ik vind het voor de jeugd heel erg belangrijk dat ze een goed sociaal netwerk om zich heen hebben. En dat is bij een hoop jongeren niet het geval. Ik heb wel veel geleerd vandaag, ook van mode en kleren ontwerpen en economie enzovoort. Ik vond het leuk, het was heel erg leerzaam. En nu weet ik iets meer over hoe je een eigen bedrijf kan vormen.